Hallo, we zijn hier vandaag in de UP. Iedereen is super hard aan het studeren. Maar wat vind jij nu het irritantste gedrag wat mensen vertonen in de UP? Welk gedrag ik irritant vind? Mensen die in één keer heel hard muziek aanzetten ofzo, of dat ze dat niet doorhebben, dat ze dat aan hebben staan. En heel veel dingen eten. Ja. Ja? Ja. Luidruchtig eten. En welk eten vinden jullie dan echt het meest irritant? Iets met een sterke geur. Vind ik en chips en wortels. Ja. Ik vind het meest irritante gedrag wat mensen vertonen in de UB dat ze eigenlijk voornamelijk overal rommel maken en dat ze er maar van uitgaan dat de schoonmakers het opruimen terwijl er gewoon overal prullenbakken staan. Dat kan me daar echt ongelooflijk aan irriteren. Meer dan aan tikkende computers in de leeszaal of wat dan ook. Maar wat is nu het meest rare wat jij hebt meegemaakt in de UB? Het gekste dat ik ooit heb meegemaakt in de UB. Oh, gisteren was er een soort van proces of protest. Ik heb geen idee wat er was, maar allemaal mensen liepen met hele enge maskers op. Gewoon stil, gewoon door de UB. En ik dacht echt, ik was echt aan het zoeken naar geweren of zo. Ik dacht van, nou, dit is het einde, weet je wel. Oh, ik had gisteren een jongen en die had zo'n klapding bij zich die hij zo om zich heen helemaal zette. Zodat niemand kon kijken wat hij aan het doen was. Dat was gisteren, ik vond het heel raar. Dus dat vond ik wel raar, denk ik. Heb jij daar ook nog iets heel raars meegemaakt in de UB? Niet voor zover ik me nu kan bedenken. Nee, oké. En ik heb één keer een muisje zien voorbij rennen. Dat vond ik ook best wel naar. Het was vandaag weer een super productieve dag in de UB. Ik wens iedereen heel veel succes met zijn tentamens. Maar wees wel een beetje lief voor elkaar, hè?